Goedemiddag, dames en heren, op deze eerste Pinksterdag. Hartelijk welkom bij alweer de 46e aflevering van Licht op Leiden. Wij hebben opnieuw een bijzondere gast, vinden wij. Wij hebben altijd gasten, zoals u weet, die een band hebben met Leiden, Leidenaar zijn, in Leiden geboren, in Leiden getogen of hoe dan ook. Een deel van hun leven in Leiden hebben doorgebracht. En in dit geval is dat ook weer zo. Maar het moeten ook altijd Leidenaars zijn die net iets meer zijn dan alleen maar Leidenaar. Ze moeten ook een zekere nationale uitstraling hebben. Jan Hoekema is onze gast en ik denk dat hij daar aan dat profiel beantwoordt. Vragen hem natuurlijk, heb je het al meegemaakt? Want wij mogen elkaar tutoyeren. Dat mag, Tom. Heb je het al meegemaakt dat je in de trein herkend werd door mensen die zeiden, hey, bent u? Ja, dat heb ik met name in de tijd dat ik Tweede Kamerlid was, van 1994 tot 2002, wel vrij veel meegemaakt. Mm-hmm. Het grappige is dat ook vrij lang daarna nog mensen je zitten aan te kijken en zeggen, u was toch Tweede Kamerlid, dat duurt dan nog heel lang. En daar was ik altijd toch wel weer een beetje trots op, ijdel, als je als Kamerlid of politicus wel bent. Ja. Maar het grappige was ook dat soms mensen naar je keken en dan zeiden ze, u bent toch de filiaalhouder van ons postkantoor. Zeker. Ja, precies. Dat zou kunnen. In Leiden ben je denk ik in ieder geval wereldberoemd. Je hebt jarenlang toch je stempel gedrukt op de Leidse gemeentepolitiek. Samen met anderen, maar toch als D66-raadslid. Maar daarna ben je natuurlijk in de landelijke politiek gekomen. Tweede Kamer. Ja. Je bent zelfs nog een tijd waarnemend voorzitter van D66 geweest. Ja. Als opvolger van Alexander Pechtold, die vorige week hier weer te gast was. Maar je hebt, denk ik, als het gaat om je Leidse connectie, een heel groot deel van zeg maar de jaren van je leven, 20, 30, 40, heb je in Leiden doorgebracht. En we moeten bij dit programma eigenlijk altijd eerst even kijken van hoe is het allemaal gekomen, waar kom je vandaan, want je bent geen Leidenaar. Nee, geboren in Den Haag, opgegroeid in Leersum en Zeist, op school gezeten, ja. Op het Eerste Christelijk Lyceum in Zeist. Later kwam Wouter Bos nog op dat lyceum. Gaan studeren een beetje ver weg waar mijn ouders toen woonden in Zeist, niet in Utrecht, want dan moet je toch weer te vaak naar huis, dus meteen naar Leiden. Daar heel jong begonnen, na een opleiding gymnasium, Alpha met sociologie. Dat afgemaakt in Leiden, politieke wetenschappen daarna gedaan. Eigenlijk een halve studie na een hele studie. En op één dag, dat vind ik altijd nog wel een gek verhaal, op één dag in twee vakken afgestudeerd, achter elkaar het ene uur, het andere uur in 1975. Toen in dienst, militaire dienst, die bestond toen nog. Ja. En daarna in 1977 gaan werken op buitenlandse zaken. Maar in mijn Leidse jaren woonde ik als student op kamers. De langste periode op het Rapenburg 87. Hele mooie plek, mooie huis. Prachtige plek, zeker. En toen ik net getrouwd was, ook jong, nog even gewoond op de Lage Rijndijk. Mm-hmm. En toen, zoals zoveel Leidenaren, een flinke tijd in de Merenwijk. Mm-hmm. Tot 2000, toen stond er een echtscheiding. En daarna ben ik naar Den Haag verhuisd en daarna naar Haarlem. Ja, precies. Je Leidse periode is dus begonnen als student. Ja. En het aardige is, ik heb begrepen dat je ook als student al in de politiek ging. Beetje wel. Ik was een actief baasje. Ik ging in de studentenpolitiek en de universiteitsraad. Ja. Ik schreef een beetje voor een krant als freelance voor de Nieuwe Leidse Courant. Maar ik heb ook een deel uitgemaakt van de redactie van De Korrel. Met het blad van Minerva na de fusie. Ja. En daar met onder meer Steven de Vreeze actief geweest met het schrijven van allerlei verhalen. Ik was ben dol op schrijven. Ja. Dus dat was zo'n iets wat je dan naast je studie deed. Nou, deze foto, leg even uit. Wat zien we hier? Dat zien we zien daar de namen van de leden van de redactie van het blad van Minerva. Okay. En de meeste namen zullen jullie kijkers niet veel zeggen. Behalve hopelijk een beetje de mijne en die van Steven de Vreeze. Ja. Later wethouder in deze stad Leiden. En daarna, net als ik, ook wel burgemeester geweest. En Steven en ik zaten samen in de redactie en
Wij vormden wel een beetje het politieke duo. Mm-hmm. Ik was toen nog niet actief in de politiek. Ik was ook nog geen lid van D66. Dat ben ik pas in 1976 geworden. Mm-hmm. Maar wij waren wel een beetje linksig en wij waren wat maatschappelijk. Ja, mocht Steven als later PvdA-prominent in Minerva wel in zo'n redactie? Ja, dat mocht hij. Ik weet ook niet van wie hij dan toestemming zou hebben moeten krijgen. Maar het was ook, Ton, een hele linksige tijd. Hè? Ja. Het was de tijd dat Minerva fuseerde. De meisjes- en de jongensvereniging, vrouwen- en mannenvereniging fuseerden. Mm-hmm. En er werd ook heel veel aan maatschappelijk debat gedaan. Ja, ja. Amerikaanse verkiezingen, het kabinet en uil. Het was een beetje een linksige tijd. We praten over de 70e jaren. We praten over de 70e jaren. Ja. En ook Minerva-leden hadden toen betrekkelijk lang haar. Zagen er wel netjes, maar toch weer een beetje half linksig uit. Geen omslagen meer in de broek? Wel omslagen in de broek en nette overhemden en dat soort dingen. Maar altijd nog weer een beetje linksig. Okay. En er werd veel gedebatteerd. En in zo'n blad, dat blad van Minerva, werd ook veel geschreven over de politiek. De nationale politiek, maar ook over de lokale politiek. Okay. En dat deed ik met Steven samen. Beschaafd links en dan is niet, en dan is het niet zo gek dat je dan bij D66 uitkomt. Nee, hoe ging dat? D66 zat in een enorme dip hè, in midden jaren 70. Ja. Toen kwam Terlouw en net voor Terlouw ben ik in een onbewaakt ogenblik. Ik woonde net in de Merenwijk, een beetje een beginnend gezin. Mm-hmm. Ik ga me opgeven als lid. Nou, dan zit je meteen in een werkgroep, de werkgroep onderwijs. Ja. Dan zit je 's avonds in zo'n mooi Merenwijkhuis te praten. En dan kom je opeens op de lijst. Dan zegt iemand, ja, we hebben binnenkort verkiezingen. Ga jij maar misschien op die lijst. En dan sta je 3. Ja. En we hadden 1 zetel. Notabene ook voor de wethouder Oosterman. Ja. En dan kom je opeens, een beetje onbewaakt ogenblik, ben je raadslid in 78. Ja, maar op dat moment had je ook al een baan. Je had uiteraard, je had een gezin, dus had je een baan, zullen we maar even zeggen. Ja, dat was wel veel. Ik had een beginnend gezin, 2 kinderen en ik had een baan bij Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. En Buitenlandse Zaken faciliteerde mij heel erg, hielp mij heel erg door te zeggen, je hoeft voorlopig niet naar het buitenland. Ik moest wel naar het buitenland. En nou, die gemeenteraad, dat vinden wij wel interessant, dus doe dat maar. Mm-hmm. Maar het was wel een combinatie van 3 dingen. Gezin, werk, ook reizen voor je werk en die raad. Dus dat was voortdurend rennen en vliegen. Je had nog je laatste hap eten op en dan vloog je op je fiets van de Merenwijk naar het stadhuis. Zijn die dingen te combineren? Moeilijk. Ik heb achteraf al eens gedacht, deed ik dat nou, heb ik daar verstandig aan gedaan? Aan de andere kant, ja, ik voelde wel geroepen om die publieke zaak te dienen. Ja. Ik vond het ook leuk om een beetje mee te helpen aan de vormgeving van Leiden. We hadden natuurlijk een kleine fractie in die tijd. Hè. D66 was nog niet zo groot als nu. Dus ik had wel een drive, maar het was wel voortdurend rennen en vliegen. Je had een fulltime baan bij Buitenlandse Zaken? Ja, en dan nam ik wel eens de trein. Dan zei ik tegen mijn baas van, ja, sorry, ik heb om 5:30 nog een bespreking bij de woningbouwvereniging, noem maar wat, de sleutels. En ik moet nu wel echt weg. En dan zat ik midden in een stuk te schrijven. En dan zei ik, oh, het is 4:30. Ik moet nu in de trein van 4:45 van Den Haag naar Leiden. Ja. En dan was het wel een beetje hollen. Ja, nee, dat kan me voorstellen. En bovendien, het was natuurlijk ook een hectische politieke tijd in de gemeenteraad. Want daar gebeurde van alles. Er waren de jaren dat Leiden zich eindelijk ontworstelde aan de armoede, zal ik maar zeggen. Dat is gebeurd door een aantal colleges die daar met heel veel verf aan gewerkt hebben. De beroemde artikel 12-truc. Waarbij voor het eerst een gemeentebestuur zei, artikel 12, dat is als je extra geld krijgt van het Rijk, omdat je je broek niet kan ophouden, vinden wij niet erg. Geef ons dat extra geld maar. Terecht. We moeten daar een heleboel verantwoording voor afleggen. Ja, liever veel meer geld en verantwoording dan veel minder geld en geen verantwoording hoeft te doen. Nou, dat is bijna een politieke truc geweest die uniek was voor Nederland die ze hebben uitgehaald. Ja, Den Haag had het ook een tijdje, maar het was een gedurfde stap inderdaad. Het aanvragen van de artikel 12 staat dus. Veel controle, veel toezicht vooraf, achteraf, maar wel ruimere financiële middelen. En die waren nodig, want Leiden was een arme stad. Transformatie van een industriestad tot een gewone, maar wel oud-Hollandse stad met veel monumenten. Een ingewikkelde binnenstad. En dus veel, godzijdank, niet doorgegaan. Er waren allerlei plannen, nog ver voor mijn tijd in de raad, om de hele binnenstad maar zo'n beetje plat te gooien. Ja. Alle verkeersdoorbraken, Herengracht, Zelfsingel, noem maar op. En in de jaren 80 ging Leiden langzaam weer bloeien. Sociale woningbouw, de renovatie van de binnenstad, de auto's de Breestraat uit. Er kwamen parkeergarages, de singles werden weer mooi gemaakt. Ja. Dus Leiden bloeide en groeide door goed beleid. En dat was eigenlijk ook wel onomstreden in de raad. Er waren natuurlijk politieke kwesties. Ja. Maar die lift van Leiden omhoog, die was eigenlijk breed gesteund.
toch vreemd, want we hebben hier een artikel nog kunnen bespeuren waarbij jij hard uithaalt naar de Partij van de Arbeid. En die Partij van de Arbeid was juist in die jaren de leidende groepering met afstand. Ja, nee, dat was ook wel zo. Toen ik in de raad kwam was de nette periode voorbij dat de Partij van de Arbeid 5 van de 6 wethouders had. Ja, ja. Daarna werd het 4 Partij van de Arbeid, 2 VVD. Later is de Lamarck PSP, later GroenLinks erbij gekomen. Mm-hmm. Kijk, wij vonden het wel frustrerend dat we niet mochten meedoen. Bij de allereerste uitslag in 78, 3 zetels voor D66. Dus wij dachten, we gaan meedoen. Ja. De Partij van de Arbeid had de 14, de VVD had de 7. De een zei, jullie mogen aanschuiven, maar dan ten koste van de VVD. Ja. En de ander zei, ten koste van de Partij van de Arbeid. Dus wij vonden dat de Partij van de Arbeid niet zo netjes naar ons was. Dus dat hele succesverhaal, dat heeft ook de geur van arrogantie van de macht. Nou ja, vooral in 1990, toen haalden wij 8 zetels. Toen kwam ik weer terug, een beetje als een soort comeback kid. Ik stond 9, ik was eruit gegaan, kwam toen terug. Ja. Toen liet de Partij van de Arbeid ons niet toe met de beroemde uitspraak. D66 zijn aardige mensen, maar het zijn voorrenzen. Ze hebben geen wortels in de samenleving. Mm-hmm. Toen heeft de nieuwbakken fractieassistent Alexander Pechtold wortels uitgedeeld. En die uitspraak van Harriet van Dongen, toen leider van de Partij van de Arbeid hier Leiden, heeft ons nog wel lang achtervolgd. Zeker. Dat stak heel erg in 1990. Ja, maar goed, het is... Dat is inmiddels lang geleden. Ja, als wij nu zo kijken naar jouw carrière, dan ben je eigenlijk vanuit de gemeenteraad vrij probleemloos de Tweede Kamer ingekomen. Ja, ik rolde erin. Ik stond 22 op de lijst. Nou ja, er was veel belangstelling dat jaar om in die Kamer te komen voor D66. En ik had het geluk dat ik 22 stond en meteen erin kwam. Dat was een heel mooi moment. Het was mooi weer. We gingen paars doen in die zomer. En je bent opeens Kamerlid. En ja, die mooie baan op buitenlandse zaken als directeur VN-zaken ruil je in voor een nogal woest bestaan als Kamerlid. En ja, dat vond ik ontzettend mooi om mee te maken. Ja. En dan te weten dat je in die Tweede Kamer toch ook alweer te maken kreeg met mensen als Alexander Pechtold, die voorzitter werd van... Veel later. Hè? Dat is veel later. Alexander Pechtold werd toen wel wethouder in Leiden, toen hij van Goede moest uitstappen. Ja. En ik heb toen nog een rol gespeeld in de adviescommissie om Alexander voor te dragen. Ik heb een biechtstoelprocedure gedaan, ik heb alle leden van de fractie gehoord. En iedereen had weer een verschillende voorkeur, maar iedereen zei als tweede voorkeur Alexander Pechtold. Okay. En zo, en natuurlijk vooral door zijn eigen grote verdiensten, is Alexander wethouder geworden. En dat weet, hij weet nog hoe dat gekomen dat is. Weet hij heel en daar is hij je nog dankbaar voor? Eeuwig. Oké, okay. Goed. We hebben natuurlijk heel terdege gekeken naar hoe jouw carrière zich verder heeft ontwikkeld. Want je bent vanuit de politiek, hè, nogmaals, zelfs heel lang Tweede Kamerlid en waarnemend voorzitter van D66 geweest, ben je uiteindelijk in een heel ander soort ambt getreden. Zeker. Niet meer bij Buitenlandse Zaken, maar je werd burgemeester van... Van Wassenaar aanvankelijk. Ja, daar zit wel nog een periode van 4 jaar tussen Buitenlandse Zaken, Tweede Kamer, 8 jaar. En daarna 4 jaar ambassadeur voor cultuur bij Buitenlandse Zaken. Dat was een hele mooie periode waarin ik de cultuurwereld, de rijke Nederlandse cultuurwereld heb mogen leren kennen. En toen werd ik voorgedragen voor benoeming in Wassenaar. Dat is natuurlijk iets heel anders dan raadslid, heel anders dan Kamerlid, heel anders dan werken als diplomaat. Ja. Maar wel ontzettend leuk om te doen. En Wassenaar is een prachtige gemeente waar ik heel veel plezier 10 jaar... burgemeester heb, en waar heel Nederland met enige jaloezie naar kijkt en dat ook laat merken. Ja, ach, het zijn allemaal materiële dingen en elk huis heeft zijn kruis, zal ik maar zeggen. Dus het is een mooie plek met veel mooie natuur. Ja, het vreemde dicht is, bij de Haag, dicht bij Leiden. Als ik in Wassenaar kom, het zijn allemaal gewone mensen. Het zijn allemaal gewone mensen, precies. Niks bijzonders. Ze verdienen het niet om deze naam, om deze roep te hebben, nee zeker. Maar hoe word je nou burgemeester? Je wordt toch niet zomaar voorgedragen? Nee, je oriënteert je. Ik heb ook nog wel eens één andere gooi gedaan. Daar werd ik nummer 2, had ook gekund. En dan heb je een gesprek met een commissie vanuit de gemeenteraad, dat is vertrouwelijk. En die draagt je voor. Ja. En dan is in juli 2007 was het zover. En op tweede paasdag, ik geloof dat het Witte Donderdag was, vlak voor Pasen 2007, kreeg ik een telefoontje. Ik stond bij de Albert Heijn, bij de kassa in Haarlem. En toen dacht ik, even slikken. Dan word je voorgedragen voor benoeming. Nou, die benoeming is bijna altijd een formaliteit. En dan sta je daar opeens als burgemeester. Terwijl ik had 1 dag tussen mijn vorige baan en de nieuwe baan. Mm-hmm.
En dan moet je het allemaal ter plekke doen en leren. Dat is ook leuk. Nou had je natuurlijk wel, vanwege je politieke ervaring, had je natuurlijk ook wel behoorlijk zicht op wat die baan zou kunnen betekenen. Ja, ik heb altijd met veel respect gekeken naar heel lang geleden burgemeester Vis. En daarna naar een mooi lichtend voorbeeld burgemeester Kees Goekhoop. Zeker. Een beroemdheid. Zeker. En ik heb natuurlijk ook het spel en de verhoudingen en het functioneren van de gemeenteraad goed bekeken. Maar het is toch heel anders als je daar zelf als voorzitter van de raad zit. Want je bent geen politicus, je bent bestuurder en je moet het geheel van de raad bedienen. En je bent vooral ook geen partijpoliticus. Nee. Je bent een neutrale voorzitter van de raad. Dus dat is toch wel een heel ander spel. Maar wat leuk was in Wassenaar is dat daar veel ambassadeurs hun woning hadden. En dat ik die wereld natuurlijk wel meenam vanuit Buitenlandse Zaken. Dat was aardig om te doen. Wat had jij voor relatie met die ambassadeurs? Nou, die woonden in Wassenaar. Die 40 van de 80, 90 ambassadeurs hebben hun woonhuis, dat heet residentie, in het officiële jargon in Wassenaar. De rest zat in Den Haag en eentje zat geloof ik in Leidschendam. En ja, die ontmoet je, maar ik nam ook wel initiatieven om ze uit te nodigen. Ja. Voor een uitje, een high tea, dat deden we eens per zoveel maanden of eens per jaar. Mm-hmm. Ik had gesprekken met ze. Er was ook wel eens iemand die had een plan om te gaan verhuizen in Wassenaar. En die kwam dan langs. Kan dat, mag dat? Of er was iets met de ambassadeur van Indonesië. Die schoot me een keer aan een hele aardige jonge vrouw, die nu minister van Buitenlandse Zaken is geworden. Die zei, ja, ik moet met het joggen altijd zo uitkijken voor de hondenpoep op de stoep. Kan je daar wat aan doen? Nou ja, je krijgt dus de gekste vragen. Maar ze vonden het allemaal leuk dat ik hun wereld kende. Ja, vorige week hebben wij in het kader van de Dag voor de Arbeid hebben wij een gesprek gehad, ook met Job Cohen. Had jij ook die behoefte om, zoals de beroemde zin van Job is, ik probeer de boel bij elkaar te houden. Had jij dat ook? Dat is je kerntaak als burgemeester. Ja. Er zijn twee kerntaken, je gemeente goed vertegenwoordigen, naar Den Haag, naar de provincie, naar de andere gemeentes. En ook de boel bij elkaar te houden, maatschappelijk. Ik heb wel nare en verdrietige dingen meegemaakt met grote ongelukken. Ik heb meegemaakt een suïcide van een jonge leerling op een school. En dat zijn momenten dat je er moet staan voor iedereen. Ja, je kan dat de boel bij elkaar houden noemen. Ja. Maar dat is wel de kern van het vak. Okay. Dus niet alleen maar 100-jarigen en niet alleen maar lintjes. Niet alleen, ook. Ook. Je taak is heel gevarieerd. Belangrijk. En daardoor heel rijk. Belangrijk om naar mensen toe te gaan. Ik deed dat ook eigenlijk altijd zelf. En ik sprak ook met die mensen. Ik bereidde dat voor. Aandacht voor mensen. De tijd nemen om met mensen echt te praten over wat ze beweegt. Ja, dat is erg belangrijk. Ja, hebben hier een mooie foto. Ja, waar jouw chef kabinet Ingrid Zagumski. Ja, schat van een vrouw. Ja, zeker. Gedreven vrouw. Jou terzijde staat. Ja. En ik heb begrepen dat dit de secretaris is van Oud-Leiden. Ja. Nee, Oud-Wassenaar natuurlijk. Hoe kan ik dat zeggen? Ja, hij heeft nu een koninklijke onderscheiding gekregen, Kees Nijssen. En ik denk dat Ingrid dit doet. Waarom doet zij het en doe jij het niet? Nou, omdat ik denk dat de vingers van Ingrid wat vaardiger en wat vlugger zijn bij het doorboren van het wat stugge pak. Zou het kunnen zijn Kees? Dat jij het eerst geprobeerd ik hebt denk en dat, ik het eerst geprobeerd daarna heb. Ingrid het nu doet? En dat het mij niet gelukt is. Ik zie overigens dat ik nu wel 14 kilo lichter ben dan toen, maar dat is terzijde. En Ingrid zei natuurlijk, hey Jan, want we mochten elkaar graag, ik doe het wel even. Okay. Zo is dat gegaan. Nee, prima. Ik heb hem nog even gesproken en zij herinnerde zich dit niet meer. En dat is vast zo gegaan. Ze zal het toch niet verdwongen. Zoek het op. Ze zal het niet verdrongen hebben. Nee, dat denk ik ook niet. We hebben nog iets waarvan we zeggen, nou, dat is ook een heel aardig stukje representativiteit. Dat is een filmpje. En misschien kan ik aan de regie vragen of zij dat filmpje even voor willen zetten, zoals dat heet. Nu, geachte aanwezigen, dat was voor mij een koud kusje, oftewel een eitje. Geen files met de fiets uit Wassenaar, het was nog wel een beetje kouder dan ik dacht. In dit prachtige lenteweer, wat nog niet helemaal lente is, maar volgende week, zaterdag, is het vast echt lente. 20 minuten fietsen, nou, dan ben je lekker wakker en dan zie je al die pracht hier. Besluiten, dames en heren, om iedereen een hele genoeglijke dag
toe te wensen de bezoekers en de verzamelaars heel veel plezier en geluk. U kunt nu, ik ga nog maar even door met de spreekwoorden, eieren voor uw geld kiezen. En vooral voorzichtig te zijn, oftewel op eieren te lopen en niks kapot te maken tijdens deze beurs. Ingrid vertelde mij dat zij heel veel vergelijkingen rond het ei had opgezocht. Ja, ja. Maar dat jij er nog een aantal spontaan aan toegevoegd hebt. Ja, dat is natuurlijk echt representatie. Het was in de Bijhorst, geloof ik. Dit was in de Bijhorst van de Valkenbijhorst, nog voor de verbouwing. En als je dat doet, ja, dan is het heel belangrijk dat je focust op wat ga ik daar doen, voor wie ben ik er. Dat je de tijd en de rust neemt en dat je ook in je toespraakje het een beetje leuk houdt, maar ook wel weer serieus. En ja, dan kom je inderdaad op die spreekwoorden over eieren. Ja. En dat is echt belangrijk dat je daar goed staat, dat je pak netjes is en je das goed zit. En je ambtsketen, niet de ketting, want een hond ligt aan de ketting. Ja. Ja, nee, je doet het. Dat moet gewoon goed zijn. Je doet het ook voor mensen. Hè? Je doet het voor mensen. Die hebben jarenlang gewerkt aan zo'n tentoonstelling. Dus dan moet je ook niet nuffig lopen van paaseieren. Ik heb ook een keer een fuchsia tentoonstelling geopend. Ik wist bij wijze van spreken niet wat een fuchsia was. Maar dan maak je even een studie van die fuchsia's. En dan maak je daar een mooi verhaal. Mensen zijn trots op wat ze hebben gedaan. Die willen jouw onversneden aandacht. En die moet je geven. Dat ze willen jou ook zien in pak met de ketting enzovoort. Zo is het. Zoals Max Bakker ook al zei. Wij communistische Kamerleden zijn het beste gekleed. Omdat onze mensen trots op ons moeten zijn. Zo is het. Nou, zo is het. En daar zit heel veel van in natuurlijk. Ja, precies. Maar goed, aan de andere kant zou het ook wel eens kunnen doorslaan naar alleen maar uiterlijkheden en zo. Maar dat is niet zo. Want de burgemeester heeft wel degelijk macht, invloed of hoe? Gezag, een beetje macht. Veel gezag als hij of zij het goed doet. Ja. En ook veel invloed als hij of zij het goed doet. Ja. En je moet daar goed gebruik van maken. Soms achter de schermen. Soms voor de schermen. Je bent de lobbyist voor je gemeente als het gaat om het Rijk, de provincie, de andere gemeentes. Ja. En soms kun je mensen in nood helpen. Dat doe je dan soms ook echt buiten de publiciteit, achter de schermen. Mensen die het moeilijk hebben, een luisterend oor bieden. Mm-hmm. Dus aan mijn tafel heb ik destijds in het mooie raadhuis De Pauw ook heel veel mensen gehad met allerlei problemen. En die probeer je dan te helpen oplossen of te bemiddelen. Ja. Dat is het mooie van dat werk. Ja, zeker. Wat denk je, over 50 jaar is Wassenaar dan nog steeds een zelfstandige gemeente? Nou, ik denk als ik zo de bijna unanimiteit in de raad en ook wel in de bevolking zie, denk ik en dat moet Wassenaar gewoon zelf weten. Ja, ja. Maar kunnen ze het zelf weten? Kunnen ze het zelf bepalen, denk je? Nou, uiteindelijk kan een gemeente zich met hand en tand verzetten tegen een eventuele fusie. Mm-hmm. Er is een systeem in Nederland voor herindelingen van fusies. Dat doet de provincie, doen de gemeente zelf, dan de provincie, het Rijk. Het moet wel heel raar lopen. Inderdaad, waar je het over had, Tom, met artikel 12. En dan als de financiën niet meer goed zijn, dan zou het kunnen worden opgelegd. Ja. Maar je gaat daar in wezen natuurlijk zelf over als gemeente. Ja, ja, okay. Je bent sinds een aantal jaar geen burgemeester meer van Wassenaar. Je bent nog in een aantal gemeenten ook nog wel weer waarnemend burgemeester geweest. Mag ik jou vragen, of is dat onbescheiden, wat je op dit moment doet? Ik ben in de zomer van 2018 naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ik heb daar €55 betaald en een BTW-nummer gekregen. En toen ben ik ondernemer geworden. In 10 minuten was het gebeurd. Ja, ja. Ik was toen bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar. We wonen toen in Oud-Karspel, Langedijk. Ik ben sindsdien ondernemer. Ik heb een jaar in Brussel gewerkt als consultant bij een public affairs bureau. Okay. Woon ik ook op kamers 3 nachten en 2 dagen. Mm-hmm. Heb het leuk gehad in Brussel om weer een heel andere manier van werken te leren. En ik ben nu coach, consultant, adviseur. Ik ben ook mediator. Ik heb net een hele grote klus bij de hand in de gemeente Amsterdam als mediator. Mm-hmm. Ik ben bestuurslid van een aantal verenigingen. Ik werk met de VNG samen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, in een groot project. Ik heb een heel divers palet aan werkzaamheden. Dat is eigenlijk wel heel leuk, omdat je dan ook een beetje nog je meester bent van je eigen tijd. Ja. Dus je kan ook nog eens een half uur een mooi boek lezen als je er opeens gelegenheid voor hebt. En je bent niet meer zo de slaaf van de agenda die de hele dag al voor je ligt. Dat was heel mooi, maar ook wel weer heel veel en heel lang. Ik heb dat 43 jaar gedaan. Zeker. En deze jaren zijn eigenlijk heel prettig om zelf een beetje regie over je leven te kunnen pakken. Ja, dat kan ik me iets meer voorstellen. Je bent getrouwd met Marleen Bart, dat is geen geheim. Nee. En
Het is ook geen geheim dat zij heel lang politiek actief is geweest in een andere partij. Diezelfde partij waar we zojuist een aantal kwaaie koppen over hebben gezien. Het komt niet zoveel voor dat twee bekende Nederlanders van verschillende politieke partijen elkaar toch dagelijks ontmoeten in het huwelijk. Ja, er zijn een paar voorbeelden. Angelien IJsselinger, Ton de Bruin, Rob de Wijk en Doreen van Lent. Maar ze zijn op de film. Ken ik allemaal niet. Ze zijn allemaal lang niet half zo bekend als jij en Marleen. Er is wel een combinatie, Partij voor de Arbeid D66, die nog wel eens voorkomt. Ja. Er zijn ook best andere combinaties. Ja. Ja. Maar nee, alle gekheid op een stokje, dat komt niet zo heel veel voor. Het is ook veel minder een issue dan mensen denken. Afgezien van het feit dat Marleen nu geen actieve rol in de Partij van de Arbeid meer leidt. Maar dat heeft ze wel heel lang gedaan. Ja. 8 jaar in de Eerste Kamer, 4 jaar in de Tweede Kamer. Ja. Spreek je als echtpaar, als paar, veel meer over allerlei andere dingen dan de partijpolitiek. Mm-hmm. We hebben het wel eens over de formatie nu, of de informatie, of de verkiezingen. Mm-hmm. Maar we hebben het eigenlijk veel meer over mooie films die we zien, of mooie muziek waar we naar luisteren. Mm-hmm. Of de natuur waar we beide van genieten, of coronaperiode en de uitdagingen daarvan. Dus het is niet zo wat veel mensen denken, dat je voortdurend kibbelt en bakkeleit over partijpolitiek. Dat heeft ook te maken met het feit dat D66 en de Partij van de Arbeid nou weer niet zo verschrikkelijk ver uit elkaar liggen. Precies, precies. Er zijn andere combinaties denkbaar die wij ondenkbaar vinden. Ik zou het niet zo waarschijnlijk vinden dat ik met een actief... Nou ja, Wilders heeft geen leden, maar het actief lid van de Baudet Club. Nee. Dat zie ik me niet direct doen. Ik ben ook heel gelukkig getrouwd met Marleen, dus geen seconde andere gedachten over wat voor huwelijk dan ook. Maar Partij van de Arbeid en D66 hebben ook altijd wel een beetje een bijzondere relatie gehad al onder Van Mierlo. Zeker. En dat is altijd met schokken op keerpunt. En af. Keerpunt. Maar ze liggen dicht bij elkaar. Ja. Dat moet ook vooral zo blijven. Ja, dat brengt mij ook op de vraag, volg je de politiek nog steeds? Ja, ik heb ook al veel contact met Ton de Graaf, die nu ook een beetje in de luwte zit. Zeker. Als vicevoorzitter van de Raad van State en Alexander Pechtold en ook wel met Kamerleden van D66. Ik doe veel in de afdeling Haarlem van D66, dus ik volg het. Ik bemoei me er niet mee. Ik ben wel eens een beetje een mediator en een coach voor deze en gene, maar buiten de schijnwerpers. Ik volg die politiek wel met een zekere verwondering, zoals jij dat misschien ook wel doet als oud-politicus Tom. Zoveel partijen, zoveel versnippering, zoveel aandacht voor incidenten, zoveel gedoe over notulen, terwijl we een klimaat- en een energieuitdaging hebben van formaat. Ja. Andere issues, tweedeling, sociale uitsluiting. Ja. En dan debatteren we een week lang over notulen. En dat zal allemaal best niet helemaal in orde zijn, maar... Ik word daar een beetje moe van en ik hoop dat het niet aan mijn leeftijd ligt. Nee, dat zeker niet. Je hebt, denk ik, zoals zoveel die toch in de progressieve hoek zitten, misschien nog wel de neiging om te denken, waarom komt daar nou niks van samenwerking op progressief gebied? Ja, kijk, D66 is wel een middenpartij. Die zie ik niet direct fuseren met een andere, ook niet met de VVD wat mij betreft. Ja, nee. Wie ben ik, maar... Het zou goed zijn als de Partij van de Arbeid en GroenLinks wat meer doen dan snuffelen, lijkt mij. Ik was ook wel wat shocked dat bij elkaar SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks niet meer dan 30 zetels hebben. Mm-hmm. Net zoals ik ook wel weer shocked ben, maar het is al een hele lange tijd aan de gang dat Baudet en Wilders en Ja 21 zoveel zetels hebben. Dus dat valt me niet helemaal. En ik denk dat het tijd wordt dat de progressieve krachten in Nederland zich wat meer verenigen. En ook weer een geloofwaardig alternatief doen. Ja. Maar goed, we hebben een uitstekende minister-president die dat 11 jaar al heel goed doet, Mark Rutte. Dus het is ook wel een moeilijke tijd. Ja. Dus laten we vooral met z'n allen de grote uitdagingen van deze tijd, ik noemde ze daarnet, aanpakken. En Nederland tot een nog mooier en beter land maken. Nou, dat is zeker. Dat mogen we wel zeggen. Ik dank je hartelijk. Want we hebben een buitengewoon amusant gesprek gehad. Waarbij de tijd omvliegt, zoals dat ook weer heet. Volgende week is Rens Heeren weer uw gastheer. En hij gaat dan spreken met Frans Showhaus. Niet alleen een uitbater directeur van Hotel Leiden, maar een veelzijdig leidenaar op allerlei terreinen. En wij zijn er dan weer over 14 dagen. Ik dank u allen hartelijk. En in de eerste plaats natuurlijk mijn gast Jan Hoekema. Graag gedaan. Prettige Pinksteren.